13 augustus 1984, een nieuwe aanleiding voor een feest in de Annerstraat. Helene wordt 50 jaar en viert op de 18e augustus 1984 haar feest. Optreden, alle kennissen, maar vooral ook de groep uit de Annerstraat. Van het koor. U bevindt zich hier nu in de operagezelschap Schoren. Wij zijn op het punt om in voorstelling te gaan auditeren van de operette musical Sarah Lilander. Het is de bedoeling dat wij proberen om de solistin Sarah van ooit het koor te requireren. De dames en heren van het koor zijn allemaal de kans om de gelegenheid krijgen. Om hun kunnen te tonen. De Sarah uit de Musirette Sarah in Anders is een komplizierte Rolle. Kunnen wij rustig aannemen. Met vele, vele, vele Facetten, zo gezegd. En natuurlijk moet de Hoofdrolspielerin al die Facetten in zich vereinigen. Ne? Om in de stemming te komen, meine Damen und Herren, van het koor, en ook meine Damen und Herren, spielen wir eine Ouvertüre. U hoort nu ons Orchester. Orchester, ga uw gang. Thank you.
gehad. Glorie zoals samenhangt. Sometimes een bus, sometimes een eend. Oh ja, een golf. Sometimes bijna aan de grond. Oh ja, zwol. Veel rotzooi gezien. Niemand zag zo veel roes. Niemand heeft al die gaten gezien. Glorie polyester. Een krik omhoog. Een krik omlaag. Oh. Sometimes laat hij op de grond. Oh, yes, Lord. Met dat autootje. Gaat je hier, gaat je daar. In dat autootje. In dat autootje. In dat autootje. Een plakketje hier, een plakketje daar, in dat autootje, in dat autootje, in dat autootje. Ja. En alle mensen zeggen met je hand, ja dat is goed, ja dat was goed. Maar nu is het nog een beetje probleem, leek niet op zijn. 1, 2, 3, 4, dat is het. Thank you.
prachtig geluid. We krijgen muziek, onze roze muziek. Thank you.
Oh.